Ik ben Veer Gagelmans van de vakantiehoeve Hanneke en Tas in Essen, Noorderkempen. Een mooie landelijke streek. We hebben een actieve boerderij met melkkoeien en vleesvarkens van het Beter Leven keurmerk. En onze vakantiehoeve die hebben we 6 jaar geleden opgestart. Wij hebben een vakantiewoning voor in totaal 20 personen. En ze is wel ingedeeld in 3 eenheden, dus je kan ze ofwel met 3 gezinnen apart huren of voor 1 grote groep. Er is een grote zaal waar je mee allemaal samen kan zitten. Heel gezellig om samen te eten en spelletjes te spelen. Onze activiteiten. Meestal willen de mensen toch eens graag zien hoe de koeien gemolken worden. En die proeven van de lekkere melk. Dat is altijd heel verrassend, want ze kennen de smaak niet meer van de pure melk. En ze zien ook waar de melk vandaan komt. Dan af en toe zijn er groepen die rondleidingen krijgen. En je voelt altijd dat ze heel veel bijleren en dat ze met een voldaan gevoel naar huis gaan. Vroeger hadden we ook zeugen, dus die stal staat nu leeg. En eigenlijk is de bedoeling om daar een belevingsruimte van te maken met dieren. Kleine geitjes, schaapjes, wat konijntjes. Eigenlijk een knuffelruimte voor mensen toch die aan met kinderen komen. Om toch een beetje nog een meerwaarde te bieden. Want dat missen ze soms wel. Ze vinden de boerderij, de actieve boerderij, wel heel interessant. Maar voor dan heel de dag hier aanwezig te zijn, zou dat denk ik wel toch wel een meerwaarde zijn. Ja, Essen is eigenlijk best wel een actieve gemeente toch wel op het toeristisch vlak. En je hebt hier speeltuinen en toch wel veel restaurants ook. Dus ik denk wel dat er toekomst in zit. Wij hopen eigenlijk nog meer gezinnen aan te trekken. We zitten nu op logeren in Vlaanderen. En we voelen wel dat de gezinnen dat die daar nood aan hebben. Dus wij hopen in de winter ook nog meer gezinnen aan te trekken.